Die man is al de hele tijd aan het schreeuwen. Zoon meneer! Van God, Yahweh! Heeft u wat te vertellen? Zeer zeker. Oké, wat wilt u delen met de mensen? Dat God zozeer de mensen lief heeft, dat hij zijn eigen zoon opofferde op het kruis van Golgotha, om de deur te openen naar het paradijs voor allen die in hem geloven. Goedendag lieve mensen, Mr. Sampen hier zo. Wij staan vandaag weer in Utrecht. Met de vraag op een schaal van 1 tot 10. Hoe hard zal ik hier in elkaar slaan? Swish! Let's go! Yo, wat is jouw naam? Tijn. Tijn, aangenaam. Tijn, de vraag is, doe jij aan vechtsporten? Nee, toevallig niet. Oh. En wat voor sporten doe je dan? Ik ga dit jaar beginnen met Ultimate Frisbee. Ultimate Frisbee, is dat? Ja, inderdaad. Oh, dat is dat? Ja. Oké. Op een schaal van 1 tot 10, hoe hard zal ik jou in elkaar slaan? Nu? Morgen? Ja, ik weet het, ik ben niet heel technisch qua vechten, dus ik denk wel toch een 8. Oh, vrij vos. Your names? Lazar. Okay. Pieter. Nicola. Nicola, oké. Okay. Boys, do you do on a fight sport? Do you fight? Not really. No? I trained Taekwondo for 10 years. Okay. I don't fight. You don't fight, okay. he's lying, you lying. Okay, the question is, how badly do you think I can beat you guys up? From 1 to 10. From 1 to 10. On a scale from 1 to 10. I don't understand. Translate. He says, this guy is probably a boxer. smart boy. You are a fighter, so. Five? Yeah, 50-50. Yeah. I think it's a little low. I think you can. Let's say five. Beginnen met jullie namen, bro. Michael. Watson. Kom erbij, man. Niet zo shy. Oké, boys, doen jullie aan vechtsporten? Nee. Op een schaal van 1 tot 10, hè? Nee. Hoe hard denken jullie dat ik jullie in elkaar kan slaan? In elkaar kan slaan? Niet. Hij zegt heel zelfverzekerd nee. Oké. Wacht even. Op een schaal van 1 tot 10, hè? 2. Niet. Let's start with your names. Matthias. Emmen. Oké. Matthias en Emmen. First question is, do you guys do any sports? Any fighting sports? I do. Okay, what do you do? What type of fighting sport? MMA. Okay, MMA. So, the question is, how bad do you think I'll fuck you up on a scale from 1 to 10? A 3. So low. And you? I do sports, but I'm not fighting. I'm just a soccer referee. Soccer referee. Okay, yeah. Okay. But a 3? I've been doing it for a while. Is vraag dat ik voor je heb is vrij simpel eigenlijk. Doe jij een vechtsporter? Nee. Heb jij ooit gevochten? Nee. Ook niet. Oké. Nou, dan is deze vraag denk ik wel simpel. Ik weet denk ik wel het antwoord. Maar op een schaal van 1 tot 10, hè? Ja. Hoe hard denk jij dat ik jou in elkaar zou kunnen slaan? Ja, ik... Als jij mij zo aankijkt, hè? 7,5. Gaan we het ook testen nu? Of? nee. Dat zou mooi zijn. Dat zouden de kijkers mooi vinden. Ja. 7,5? Ik vind het vrij laag, bro. Ja? Ja. Hoe hoog schud je zelf in? Niet? Niet? Nee. Hoe hoog spijt je mij in? Een 7? Kom dus, man. Nee. Als jij mij zo aankijkt, je bent wel iets langer, maar iets forser, maar... Ja, nee, maar ik ken jou verder niet, hè. Dus ik ken jouw krachten niet. Let's start with your name, sir. My name is Walid. Walid. Oké, nice to meet you, man, Walid. The question that I have for you is, do you fighting sports? Ja. Yeah? Ja. Oké. Van een scale van 1 to 10, how hard do you think I can beat you? You can? Yeah. On a scale from 1 to 10, yeah. Of course. Do you think I can beat you? Yeah, maybe. Yeah, maybe? Yeah, maybe, oh, yeah. You're not sure? Yeah, I'm not sure. Should we go? Doen jullie aan vechtsporten? Ja. Nee. Ja, nee. Eigenlijk. Beetje, nee. Beetje. Oké. Wat voor vechtsport doe je? Kickboksen. Op een schaal van 1 tot 10, hè? Ja. Hoe hard denk jij dat ik jou in elkaar zou kunnen slaan? Zo 10. hij zegt 10. Zou je mij kunnen hebben, denk je? Nee. Hoezo? Ik ben ook nog niet. Ik wel. Ik sport. Dat zou je wel kunnen hebben. Oké, fuck maar Abraham. Die biceps? rustig. Hij is helemaal in shock hier zo. Oké, maar op een schaal van 1 tot 10. Hoe hard zou jij mij in elkaar kunnen slaan dan? 7. Mij? Jij mij? Ja. Ah, no. Wat doe man? Like en abonneer. Like gewoon. Doe het gewoon. Shout out naar wie?
naar deze guy. Mr. Samfan. Swish! Je ziet het zelf. Hij pakt de microfoon, oké, hij heeft wat te vertellen, bro.